Ik ben uitgenodigd op de kick-off meeting van Concours d'Elegance 2022. Vorig jaar hebben we natuurlijk moeten missen, daar gaan we het ook niet meer over hebben. Maar dat betekent wel dat we er deze keer extra veel zin in hebben. En wat deze editie een beetje anders maakt, is het thema. Het zijn namelijk niet alleen maar klassiekers, ze kijken zeker terug in het verleden, maar het gaat ook om de auto's van het heden en de auto's van de toekomst. Nou, ik kan je alvast al wat verklappen van het programma. Zo weet je natuurlijk waarom jij een kaartje zou moeten kopen. Zaterdag en zondag is het normale concours zoals we dat eigenlijk al kennen. Met genoeg te beleven en te zien, waaronder de Ferrari Club die komt. We hebben natuurlijk de pre-war sprint, die vind ik super gaaf. Heel veel entertainment, live muziek, hapjes, drankjes. Zelfs een fashion show, zoals voor de dames ook leuk, met kleding terug in die tijd. Maar op vrijdag is er wat nieuws in deze editie en dat is de clubconcours. Wat inhoudt dat 10 autoclubs hun 10 beste auto's meenemen. En dus eigenlijk ook onderling weer een concours vormen. Genoeg te zien en te beleven dus. Oh, Superleggera. Dit is mooi hoor. Ja, dit is waarvoor we hier zijn. Het komt nu allemaal een beetje binnengedruppeld. Het pleintje hiervoor stroomt vol met supermooie auto's. Tijdens deze kick-off krijgt straks ook de pers hier een presentatie over wat we allemaal kunnen verwachten tijdens het evenement in augustus. Dus je kunt natuurlijk van mij verwachten dat ik dat allemaal weer met jullie ga delen de komende tijd. Nou, dat was de kick-off. Ik ben helemaal bijgepraat. Ik ga jullie ook op de hoogte houden van de voortgang rondom het event. En ik hoop je in augustus te zien. Dus score nu alvast je tickets in de voorverkoop. Tot dan!